Distriktskommissaris van Brokopondo, Kenya Panza, heeft op zondag 23 september het I Love Brokopondo kunstwerk onthuld. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder andere de minister van regionale ontwikkeling en de ambassadeur van Brazilië in Suriname. Het kunstwerk is bedoeld als districtsverfraaiing en om het toerisme in Brokopondo een boost te geven. Als Rosebel Gold Mines is dit een signature project voor ons, omdat je in een district opereert en je dient daar een bijdrage te leveren aan de opbouw van het district. En toerisme en verfraaiing is een van de dingen die wij ook een warm hart toedragen, naast natuurlijk onderwijs, gezondheidszorg en inkomstenactiviteiten. Ik denk dat het heel district en heel Suriname hier vast zal mogen genieten, maar laat het niet hierbij zijn. Hier is ongeveer 1 uur rijden vanuit Paramaribo. Nou, als je hier een soort toilettengroep zou kunnen hebben, of een e-standje, of een craftshop, wat dan ook, dat wanneer je vanuit Paramaribo komt, dat je eerst een stop hier maakt, even je benen losgooit en wat eten, en wat mooie foto's kan maken met I Love Brokopondo, is dat prachtig. Dus laat het niet hierbij zitten. Mensen van Brokopondo, er zijn opportunities. We moeten ze met beide handen grijpen en ervoor zorgen dat we daadwerkelijk onze district zelf opbouwen. Ik denk dat het toch wel belangrijk is voor ons district als waar toeristen langskomen, waar mensen dagelijks komen, om te zien dat er aan een stukje verfraaiing wordt gedaan, dat er aandacht wordt besteed aan het district om het mooi te maken. Ja, vroeger dacht ik zelf van waarom besteden we zoveel tijd en energie aan deze dingen. Maar gelooft u me, wanneer iemand van het buitenland komt, want wanneer je zelf in het buitenland bent, dan zijn er de kleine gekke dingen waar je soms foto gaat staan maken. En voordat je denkt, gaat het viraal in de wereld. Dus ook dit zal straks te zien zijn op Facebook, waarbij iemand een foto zal maken met I Love Brokopondo, dat andere mensen zal uitnodigen om naar hier toe te komen. Ze lijken soms heel klein, maar ze hebben later een heel grote impact. En toen dit verzoek werd gedaan aan ons als bedrijf, als een van de partners, hebben we ja gezegd, hebben we ingestemd en we hebben op onze manier een bijdrage geleverd. DC, ik feliciteer u van harte namens het district. En ik kijk samen met u uit naar anderen, zodat we dit gaan koesteren, gaan onderhouden en ervoor zorg dragen dat het tot zijn recht komt. En dat werkelijk de liefde van Brokopondo goed tot uiting komt en zichtbaar wordt. Vandaag staat het hier. Het is voor Brokopondo, het is voor Suriname. Laten we ons land koesteren. Ik zeg, teamwork is heel belangrijk. Een schakel, zonder een schakel kan je niets doen. Als je kijkt achter me, ziet u alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd in dit land. En ik kan u zeggen, de ambassadeur van Brazilië is niet zomaar hier gekomen. Maar omdat hij ziet waarvoor Suriname staat. Laten we die eenheid die we met ons mond proclameren. Laten we het werkelijk demonstreren. Ongeacht welke ras we zijn. De duurzame ontwikkeling van Brokopondo en van Suriname ligt in ons alle handen. De vertegenwoordigers van NH die ik ook hier zie. Hun zijn ook degene die weten dat onze natuurlijke hulpbronnen heel belangrijk zijn. En kijk, we staan ook op een deel van onze natuurlijke hulpbronnen. De districten moeten het krijgen wat ze toekomt voor de ontwikkeling. En laten we voor elkaar bidden, elkaar ondersteunen en elkaar niet neerhalen. Suriname is een mooi land. Suriname is een bijzonder land. En we zijn een rijk land. Werkelijk niet alleen aan grondstoffen, maar aan cultuur en traditie. En we hebben liefde. Soms is het niet merkbaar, maar tip. Ta konfu feti da we sorusriftak e usnap nangawang. Na dis mi wan takisra namang, vooral in het bijzonder Brokopondo, me bedank alasma in het bijzonder Rosebel Gold Mines, nanga grasalko, nanga aladin trasmasa lever wan bijdragen. Op welke manier dan ook voor Mekasandis kon tot stand. Schrijf de veldwerkers, aladin smasa lever wan bijdragen tide. Me tak den grantangi, me God bless u, sranansa wini. En eigenlijk eigen oma branding van district. Want die branden die district, die district de wat merk, die prijs de wat merk, om een trassan kan gebeuren om me heen. Dus, wat ik denk naar meneer Finisi taking, dat hij luku of naar meneer Akimboto, dat hij de luku tak kan de one shop de one sunny. Maar we luku ook toe, kan de trui druk, de mok en mekki,
de was doku en meki, you name it. Want na zo is she ook toe in de trakondre, je she I love New York. En na precies leksa conferentie taki, New York ma yoshia NY. En na deso wan branding, batak solanga isia NY, isap tak na New York de ma itaki. En zo ook toe, unu na de ambassadeur, Fukancharen Waka. Tak broko pondo na wan merk. Leksa slogan het taki, en we she ook toe, den des asneleit sang ontwikkele teki na district. Den talenten sa de in na district. En no je si taki, agron tapu opogis ranang. Unu musu tek den kansen disi. Es de a minister fu buitenlandse zaken fu Turkije gwe. E fu luku de laste ting, enkele kom di buitenlandse zaken, wan bijanu fu auroko sa de pot no no de. A collega disi, na wan heel trafase itjare waka. Jonge, energieke vrouw. Met heel veel inzichten. Fostrong, weshi, parlementariërs voor Frankrijk kon. Parlementariërs voor Amerika kon. Op het desantap wa rei, da u luku tak, wan trouw in te wai. We luku moro fara, wan misap tak u tja creativiteit. Misap tak u tja snelheid. Misap tak u tja energie en u tja talent. Dat na Brokopondo, dat na synoniem voor Brokopondo. De minister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China, zijn excellentie Wang Yi, die op kort bezoek was in Suriname, maakte onderweg naar de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven ook een stop bij het kunstwerk.